Karel, jij bent een illustrator, een tekenaar, ontwerper, vormgever, eigenlijk een soort duizendpoot. Maar je noemt jezelf ook verteller, verhalenverteller, een tekenende verteller. Kun je daar iets meer van zeggen? Wat is een tekenende verteller? Ja, dankjewel voor de uitnodiging in elk geval om hier iets te vertellen over mijn werk. Ik noem mezelf tekenaar, illustrator en ontwerper. En ik ben als opgeleid als grafisch ontwerper. En ik ben, in de loop van de jaren ben ik steeds meer gaan tekenen. Stel ik het tekenen steeds meer op de voorgrond. Oké. En ik heb een rijke, een ontvankelijke belangstelling. En ik hou van verhalen. Sommige mensen zijn op een gegeven moment klaar met hun nieuwsgierigheid. En voor mij wordt het een fascinatie in veel gevallen. Ja. En verhalen, spannende verhalen, thrillers, waar moeten we aan denken? Wat voor soort verhalen zijn het? Het is bijvoorbeeld een verhaal als Don Quixote. Het zijn van die klassiekers waarvan iedereen het verhaal kent van horen zeggen. En weinig mensen die dat verhaal echt goed kennen. Ja. Dat soort verhalen triggeren me om iets meer over te vertellen. Okay. Door middel van tekeningen. Ja. Je bent ook geïnteresseerd in onderwijs en geschiedenis. Misschien dat we zo bij elkaar zijn gekomen, ik denk het wel. En je hebt je bemoeid met schoolplaten. Nou kennen we waarschijnlijk allemaal nog de schoolplaten van Isings en Jetses. Dat zijn van die eendimensionale, overigens prachtige platen. Maar waarbij maar één boodschap de plaat draagt. En jij hebt ook van die schoolplaten gemaakt. Op verzoek van de Atlas van Stolk, dacht ik. Waarom zijn die schoolplaten wat anders? We zien er ook hier eentje. Kun je daar iets over vertellen? Ik kwam in contact met de Atlas van Stolk. En, misschien moeten we even de Atlas van Stolk, want niet iedereen zal weten wat dat is. Wat is dat voor soort museum? Want dat is een bijzonder museum. Het is geen museum, het is een collectie. Sorry, het is een collectie. Ze hebben de geschiedenis van Nederland in beeld door middel van platen, van foto's, van affiches. Ja, politieke prenten. Politieke prenten. De Atlas van Stolk is eigenlijk heel bekend. Ze publiceert in tentoonstellingen, daar is werk van de Atlas van Stolk wordt opgenomen in tentoonstellingen, in boeken. Maar weinig mensen kennen de Atlas van Stolk. Okay. Toen was er een tentoonstelling voor 200 jaar Koninkrijk in de Kunsthal. In 2014 was dat. En ze waren zelf bezig met een platenboek voor volwassenen. En ik heb daar toen me aangesloten om iets te maken voor jongeren. Om de Atlas van Stolk bekendheid te geven. En ik heb toen de geschiedenis van 200 jaar Koninkrijk willen vertellen in beelden zonder tekst. Ja. En dat zijn 20 nieuwe schoolplaten geworden. Oké, dit is er één van. Maar het is misschien kun je nog even terug naar die andere. Ik heb nog even naar die prenten zitten kijken. Het lijkt me of ze verschillende lagen een verhaal vertellen. Hè? Het is niet zo dat je precies weet, ziet wat er is. Je moet je echt heel verdiepen in die prent. En je ontdekt overal weer kleine verhaaltjes in het grote verhaal. De eerste instantie denk je van nou ja, leuk. Dat is echt jouw stijl? Of dat heb je bewust gedaan? Of was dat de opdracht? Of? Ik ben geen historicus. Dus ik heb geen geschiedenis willen vertellen als historicus, maar als tekenaar. Door naar beelden te kijken en te laten te combineren en die beelden weer betekenis te geven. Dit is de klokkenprent, klokkentijd 1909, zie ik. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat kunnen we hier allemaal uithalen? Ja, het zijn dus beeldessays en de leerlingen moeten daarnaar kijken en proberen te achterhalen waar dat over gaat. Ja, probeer de microfoon. Ja. In de serie schoolplaten grote en kleine onderwerpen van de geschiedenis. En de klokkentijd is een van die kleine onderwerpen. Ja. Waarvan het heel verwonderlijk is dat je, als je hoort dat in 1909 Nederland één tijd kreeg. Daarvoor had Groningen en Amsterdam verschillende tijd. Ja. En als je moest reizen, dan kwam je met al die tijden in aanraking. En de trein heeft dat met elkaar verbonden. Oké, zelfs in Nederland had je verschillende tijdzones. Ja. Oké.
Dan had je ook nog verschillende tijden op de stationsklok en op de kerkklok. Dat waren verschillende tijden, omdat het spoor weer met een andere tijd werkte. Okay. Om het makkelijk te houden. Om het makkelijk te houden. Dus om het makkelijk te houden hebben ze toen in 1909 één tijd ingesteld. Dat was de klokkentijd en dat is dus eigenlijk nog maar heel kort. Okay. Dat zijn nog eens andere problemen dan blaadjes op de rails, hè? Ja. Als je dan reis wilt uitdokteren. Je gebruikt ook vrij weinig kleur, zie ik, met deze prent. Is dat ook iets dat niet te veel afleidt of zo? Hoe? De platen die hebben... hier gaat het om geïllustreerde tijdschriften. Die waren allemaal zwart-wit, maar dat was de eerste manier waarop... tijdschriften beelden bij de mensen op de mat brachten, zeg maar. Dus daar zijn kranten en tijdschriften zijn daar de bron voor geweest. En daarom is die zwart-wit. Ook daar ga je in mee, daar in ga dat je hele mee. Tijdsbeeld. Ja. Tijdsbeeld zet je dan op die manier neer. Bij de volgende plaats zou ik, daar valt het heel mooi te zien. Dit is de landing op Scheveningen. En je ziet linksboven vier platen. Helemaal linksboven is een aquarel. Ja. Dit is een aquarel, die is gemaakt in 1813. Dus dat is vers van de pers, zeg maar. Ja. De plaat daarnaast is gemaakt in 1863. En dat is de herdenking van 50 jaar Koninkrijk. Nog iets verder is een foto, is de situatie nagespeeld. En dat is een foto gemaakt om 100 jaar Koninkrijk te herdenken. En daarna zie je een postzegel uit 1963. Okay. En als je nou weer uit zou zoomen... zie je in die linksboven dus de beeldtaal in stappen van 50 jaar voortschrijden. Ja. En dat zegt veel over het hele project. Dat alles te maken heeft met de beeldtaal van de momenten die in beeld gebracht worden. En je kijkt ook altijd weer anders terug op zo'n gebeurtenis. Hè? 1865 of 1863 is weer een heel ander beeld dan wat je in 1813... Ja, zou zien. Zeker. Ja. Oké, dus het zijn eigenlijk zoekplaatjes, zeg maar, die hele verhalen werken. Ja. Okay. Ik wil toe naar een voorbeeld van ander werk. Je hebt ook een boek gemaakt, Tijdsbeeld. Een schetsboek uit 2012-2013. Wat was daar de achtergrond van? Dit was ook in contact met Atlas van Stolk. De geschiedenis in beeld heb ik gevraagd. Als ik nou Nederland teken zoals ik dat nu... aantref. Dus in 2012? In 2012 heb ik dat gemaakt. Het is een journalistieke verslag eigenlijk van Nederland op dat moment. En ik heb gezegd, nou, dat is morgen geschiedenis. Zou jullie dat willen hebben? En dat vonden ze een heel goed idee. En dat was voor mij aanleiding om op allerlei plekken te komen die ik niet kende. Okay. En hoe moet ik me dat voorstellen? Ja. Dan ga je met je schetsboek hier naartoe. Ik weet niet, wat is dit? Dit is een Occupy Rotterdam. Die zat op Beursplein in Rotterdam. En daar was een grote tent. En daar was ik nooit eerder geweest. Maar bij deze gelegenheid dacht ik van... oh, ik wil hier wel het fijne van weten. Ja. En dit hele schetsboek, dat gaat eigenlijk over geld, economie en crisis. Oké, okay. Nou, dat waren natuurlijk de thema's. Ja, misschien dat nog steeds Occupy, wel. Ja. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat die tentjes daar stonden. En daar hoort een contrast bij, want hiernaast zit nog een ander plaatje. Ja, de vorige was een openbare vergadering van Occupy Rotterdam... en dit is een openbare vergadering van de SER. Oké. Dat is een enorm contrast. Wat anders. Ja. Helaas heeft Occupy het wel een beetje afgelegd. Ik hoor er niks meer van. Nee, de harde kern van Occupy... tenminste, die hebben... zijn een journalistieke zender begonnen op YouTube. Ja, okay, dus ze bestaan nog wel. Ja. Okay. En misschien de volgende, want er zit nog een contrast in dat werk van jou, dat tijdsbeeld. Ja, ik heb in eerste instantie dus tekeningen gemaakt van thema's die bij mij in de buurt waren. Maar op een gegeven moment, toen dat boek vorderde... kreeg ik de gelegenheid om bijvoorbeeld bij de troonrede... de laatste troonrede van Beatrix te zijn. Oh, dat is en dan heb ik een tekening gemaakt naar de heer op 3 uur over... niet alleen mogen doen, maar ook moeten doen, want ik mocht niet weg. Je had tijd over. Ik had tijd over, ja. Ik was nog 5 minuten klaar. Misschien even heel snel een technische vraag. Hoe je tekent dit met potlood en daarna ga je... Is het een aquarel? Of hoe, Het lijkt erg op een aquarel. Ja. Het is gemaakt met markers, met stiften. Oké. Okay. En ik gebruik er dan niet verder potlood bij, maar je hebt hele lichte grijze tinten. Nou, daar kun je voor schetsen. Dat, ja.
Ja. En hier hoort ook een vervolg bij. Andere print. Daar ook voorlezen vanuit een troon. En ja. Dit is in de bibliotheek in Rotterdam. Hier worden elke woensdagmiddag kinderen voorgelezen. En mijn verzoek was aan degene die dat voorlas om ook iets te doen over geld. Ja. En ze heeft toen een piratenboekje voorgelezen. Okay. We gaan een beetje van links naar rechts, want ik vind het altijd heel erg leuk om te kijken hoe je het doet. Want als je heel erg inzoomt op die tekening, zie je zelfs die horizonlijnen en die perspectieflijnen. Die heb je er zelf nog gewoon in laten zitten. Ja. Het is, je werkt dat niet weg en je doet het ook niet heel erg dat je heel erg gedetailleerd bezig bent. Dat is echt jouw stijl, jouw handschrift? Ja, ik vind het heel prettig als je inderdaad aan de tekening kan zien dat die ontstaat. Dat alle sporen van het tekenen nog zichtbaar zijn. Ja, dat wit ik niet weg of dat haal ik niet weg. Okay, we hebben er nog eentje. En dit is overigens een hele snelle schets vergeleken met die van Beatrix. Ja. Dus deze in 20 minuten gemaakt. Okay. Ja. Hey, en we hebben er nog eentje hierna. Dat gaat over de geld- en de goudhandel, volgens mij. Ja, toen ik... Want daar staat het verhaal bij. Ja, toen ik aan het boek begon, toen wilde ik... Het is een vorm van journalistiek. Ik wilde meer weten over de bankencrisis, wat er op dat moment... 2008 was natuurlijk die enorme financiële crisis. Ja. En toen ben ik naar een ex-buurman van mij weggegaan, een econoom. En aan hem heb ik de vraag voorgelegd van, ja, waar moet ik op letten als ik aan dit project ga beginnen? Wat kom ik tegen? Wat is voor jou? Kun je mij een paar dingen uitleggen? Nederland is een van de rijkste landen van de wereld en we hebben een staatsschuld. Hoe zit dat? Een econoom kan dat volgens mij nooit uitleggen, maar goed. Ja. Hij wel. Ik vond dat hij een hele goede poging heeft gedaan. In elk geval heeft het mij een richtlijn gegeven, een zichtlijn gegeven, ja. En misschien de volgende, want dat sluit dan een beetje aan bij die richtlijn. Ja, hij had erover, let op de goudhandel. Dat is iets op het moment dat de goudprijs wordt kunstmatig omhoog wordt gebracht enzovoort. Daar is wat aan de hand. Okay. Mensen vluchten dan in goud met hun geld en bezittingen. Ja, ik vind het moeilijk om het heel compact uit te leggen, maar ik ben in elk geval... Je ziet hier ook mijn huis op. Daarnaast woont zit een goudhandeltje. Want jij woont misschien is het wel goed, in de buurt van de Beukelsdijk, burgemeester Meijnersplein. De meeste Schiedammers kennen in ieder geval die contraien van Rotterdam. Ja, burgemeester Meijnerslaan. En daar zat ook een goudwinkeltje op dat moment. En daar wilde ik dan graag een keertje komen tekenen. Maar het is allesbehalve transparant, zoals je kunt zien. Ja. Ben je eruit gezet? Ik ben er niet in gekomen. Oh. Ik heb buiten op straat zitten tekenen. Okay. Hey, ik wil wel even door naar een ander project. En dat is een project wat eigenlijk nog niet tot een boek heeft geleid. Maar jullie hebben, begreep ik, ook een soort historische vereniging in en rond het burgemeester Meijnersplein of Meijnerslaan. En jullie hebben daar in kaart gebracht waar de Joodse gezinnen voor de oorlog woonden. Laten we deze maar even overslaan, want dat... Ja. Dat zijn Stolpersteinen, zijn dat? Ja, in het kader van die Stolpersteinen. En jij bent op een familie gestoten, de familie van Westerborg. En daar ben je in geïnteresseerd geraakt. Waarom heeft dat jou gepakt tijdens dat onderzoek? Even kijken. Ik heb me op een gegeven moment aangesloten bij de geschiedenisclub. Ja. En dat had ook mee te maken met het beeldkraken waar we het eerder over hadden. Ja. Die print en die schoolplaten waren dat. Ja, die schoolplaten. Ik wilde wat meer over geschiedenis weten. Ik ben een associërende kunstenaar en daar leerden we onderzoek plegen. En op dit moment, toen waren ze net begonnen met een project. Iemand zag dat er heel veel Joden hebben gewoond in het Nieuwe Westen van Rotterdam. De Jodenbuurt die rond het Centraal Station lag, die is natuurlijk gebombardeerd. Maar in de wijk Nieuw Westen, daar woonde veel middenstand. Ja. En iemand heeft daar ontdekt dat er 55 mensen slachtoffer zijn geworden van de nazi's. Dus een vrij korte laan en er zijn 55 Stolpersteinen neergelegd. Inmiddels liggen die er allemaal. Misschien kunnen we nog even door, want volgens mij is een van de volgende. Ja, dit is het beeld wat jij ervan hebt gemaakt. Ja, de heemraadsingel zie je aan de rechterkant, die blauwe strook. Ja. En
de Mijnenslaan en een aantal straten daaromheen. Daar heb ik allemaal tegeltjes, de stolpersteinen getekend. Van alle Joden die daar zijn weggehaald. Okay. Dus je ziet dat dat een hele... En liggen die stolpersteinen er ook echt nu of is dat een tekening? Die liggen, het is een tekening, het is een registratie van hoeveel Joden daar woonden en daar slachtoffer werden. Ja. Alleen in de Mijnenslaan, die 55 plus nog 5 stenen eromheen, liggen er in werkelijkheid. Ja. Dus jij bent verder gegaan eigenlijk dan de werkelijkheid, tenminste het aanbrengen van die stenen? Door hier te tekenen, ja. Oké, okay. En nog even terug, want er is één familie die springt er dan uit. Dat is de familie Westerborg. Wat was dat voor familie? Het was een gezin. Het was heel moeilijk om dat onderzoek te plegen, omdat je heel weinig informatie kan vinden. Maar over dit gezin is heel erg veel informatie bovengekomen. Je kijkt allereerst in het stadsarchief en je ziet de gezinskaarten. Maar dit gezin heeft heel veel advertenties gezet in de krant. Bij huwelijk, bij het krijgen van kinderen, bij het vieren van bar mitzwa. Zij hadden 2 meisjes in de huishouding. 1 voor dag en nacht en de andere alleen voor overdag. Ja. En die zetten continu daar advertenties voor. Dus op die manier hebben ze hun hele leven opgetekend door middel van advertenties. En misschien is ook, vind ik zelf wel interessant hoor, maar op deze manier ga jij dan te werk. Want je hebt hier die advertentie en jij maakt er een soort tekening overheen. En daardoor krijgt het toch iets bijzonders. Ik heb de bronnen laten zien. En ook laten zien, want in dat huis, dit is nummer 43, daar is Robbie van Westerborg. Dat is degene op wie ik mij gefocust heb. Ja. Die is in dit huis geboren. Ja. En Robbie is nog jong, hè, als de oorlog uitbreekt. Robbie is 16 jaar geworden. Ja. Oké. Okay. Ja. En hij is in dit huis geboren. En op een gegeven moment, dat zag je net op de vorige kaart, daar staan 3 stipjes. Hij is op een gegeven moment verhuisd van de burgemeester Mijnenslaan naar het onderste stipje op de Heemraadsingel. En in de oorlog zijn ze weer terugverhuisd naar de burgemeester Mijnenslaan. Ja. Dus hun hele leven hebben ze op dat kleine stukje gewoond. Dus jij gaat graven in die familiegeschiedenis en die familie wordt eigenlijk steeds bekender. Hè? Die komt als het ware tevoorschijn. Ja. Tot leven. Ja, steeds meer vindend. De vader van dit gezin, die had een groothandel. En die zat vlak achter de Laurenskerk in Rotterdam. Die deed in manufacturen, galanterieën, kramerijen en speelgoederen. Ja. En omdat zij zo'n groot bedrijf hadden, vind je ook veel advertenties van het bedrijf. Okay. En kom je weer nog meer te weten. Ja. Ja. En het bedrijf is in de oorlog onder een Duitse macht terechtgekomen. Een verwalter heeft het... Maar na de oorlog zijn ze weer in het groothandelsgebouw terechtgekomen. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Jij schrijft, althans, er is een andere bron, zal ik zo nog even vertellen, maar dat ze meteen in 1945 alweer door zijn gegaan. Dat is heel bijzonder. Je zou zeggen, hun hele leven ligt in puin en familieleden verloren en toch... moeten doorgaan. Ja, er is wat dat betreft geen andere keuze. Maar het was nog erger. Kijk, zij zaten in het stadscentrum toen het bombardement was, is alles vernietigd. Ja. En 1 maand later zijn ze opnieuw de zaken gaan doen vanuit de Beatrijstraat in het Nieuwe Westen. Okay. Dus op een gegeven moment heb ik iemand leren kennen die na de oorlog in de jaren 60 bij Van Westerborg en Zoon heeft als vertegenwoordiger heeft gewerkt. En die vertelde weer nieuwe informatie. En zo kwam er elke keer opnieuw... Kwam er een fase bij. Ja. En het begon dus met een abstracte naam. En vervolgens werd het inderdaad een bedrijf van vlees en bloed van mensen die, die je bijna gekend hebt. Zo. Nog 1 vraag over dit project. Wordt dit uitgegeven? Kunnen we dit ooit als boek zien? Of ga je er nog iets mee doen? Want je hebt dit zelf eigenlijk uitgewerkt. Maar het ligt voorlopig in een la bij jou. Wat is er nu aan de hand? Ik denk dat het als een concept een heel goede manier is om met dit onderwerp verder te gaan. Ja. In Rotterdam zijn 12.000 Joden slachtoffer geworden. En er is nou net een boek verschenen van Carrie Ulreich. Maar verder is het een heel gezichtloze groep, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat ik hier wat aan mee kan doen door... En ik heb begrepen dat het Anne Frankhuis misschien belangstelling heeft. Ik ben in gesprek met Anne Frankhuis. Om daar iets mee te doen. Hey, tot slot, ik wil er nog 1, want je doet ook hele actuele dingen.
Op Facebook ben je daarmee bezig. Misschien kunnen we daar nog iets wat van zien. Dat is een, ja, ook weer een, eigenlijk een journalistieke serie. Vertel daar de achtergrond eens van. Ik vergat net te vertellen, maar ja. Onder een paraplu van verhalen dichtbij brengen. Ja. Maak ik tekeningen. Nou, dit is een pagina op Facebook, verhalen dichtbij brengen. Rotterdam heeft 174 verschillende nationaliteiten. Ja. Rotterdammers komen van ver. En dit is een Rotterdammer die na ver ging. Theo Gootjes ging helemaal naar Schiedam toe. Ik probeer diverse mensen uit het Rotterdamse te tekenen door middel van een portret en door middel van een klein verhaal. Oké. Okay. Hey, en daar komen steeds portretten bij. Dus mensen die dat op Facebook willen volgen, die kunnen daar terecht. Ja. Eén keer in de twee weken plaats ik een nieuwe aflevering. Oké. Okay. Karel, heel erg bedankt voor deze toelichting. Ja. En veel succes. Dankjewel. Vanavond zijn ze er voor u. Moren en Van den Burg. Ja, dank jullie wel. Tof. Hey, moet ons wel, we hebben overlegd, moet ons wel iets van het hart. Ik bedoel, we zijn ons rotgeschrokken. Ik kwam een foldertje tegen, dat is een mooi foldertje trouwens. En er staat dan stand-up comedy, Leon Moren. Maar ja, dat schrok me, er bestond stand-up comedy. En dat, dat waren we toch niet helemaal van plan vanavond. Ik bedoel, leuk zijn is allemaal wel grappig en zo. Maar dat hebben we vorig jaar een keer geprobeerd. En we zijn er net achtergekomen dat het echt gierend uit de klauw is gelopen. We stonden bij de supermarkt, waren bij de Co-op. Ook bij de reclame, maar vast wel bij de Co-op. Het is een goede supermarkt. We waren bij de Co-op en daar lagen foldertjes. Zag ik staan, Winterland Schiedam op het Bachplein. Ja, dat is wel een grap op zich, hè, mevrouw. Dat is. Wij volgen het Schiedamse nieuws natuurlijk helemaal niet, want ja, wie wel. Dus toen zagen we staan Bachplein. Ik dacht, shit, dat was niet de bedoeling. Ik bedoel, we hebben geprobeerd grappig te zijn vorig jaar. Ik had nog wel even, ja, dat weten jullie, we waren erbij. Wij dachten, Schiedam, Winterland Schiedam, daar moeten wij iets mee doen. Stond er altijd bij dat plein voor het stadhuis, daar wilden we iets tegen doen. We hadden een soort protestlied daartegen geschreven. Leek ons leuk, hè? Gewoon een grapje. Gingen we daar zingen en we hadden ook wel een beetje iets tegen Winterland Schiedam. Ik bedoel, jullie kennen het, hè, hoe het eruit ziet. Die schaatsbaan waar iedereen op is. En dan die kraampjes eromheen met koek en zopie en neppe kerstgezelligheid. En al die mooie meisjes die er dan schaatsen met allemaal van die brede gespierde jongens eromheen. Terwijl ik dat had kunnen zijn. Terwijl die mensen altijd maar bla bla bla, ik wil een lief vriend. Nou, om niet nader te noemen, reden, hebben wij dus een hekel aan Winterland Schiedam. Vooral ik. En wij hebben een protestlied tegengeschreven. Dus wij daarheen met gitaar. Wij dat zo zingen. Nou, vooral ik zo. Isha zou zingen, gitaar spelen. En wij dat daar zingen. Nou, zou de kous mee af kunnen zijn, zou je denken? Nee. De leiding van Winterland Schiedam kwam toen naar ons toe lopen. En die zegt, jongens, dit kan zo niet langer. Dit kan zo niet langer. Jullie moeten hiermee stoppen. Dit is slechte reclame. En toen kwamen er een aantal mensen van, ik geloof zelfs aan een paar in de zaal zitten, die mee aan het zingen waren op dat moment met het protestlied. Die kwamen voor ons staan en die zeiden, nee, ze mogen, weet je wel, ze moeten gewoon doorzingen. Nou, Winterland Schiedam belt de politie. Politie komt dat plein op, zegt, jongens, we gaan het plein ontruimen, dit kan zo niet langer. De horeca heeft er last van, de overheid heeft er last van, mag gewoon niet. En op dat moment komt er een groep van 30, 40 mensen die al eromheen stonden, die sympathie van ons krijgen, komt er, ja, moet je me niet zo vragen het aankijken, je hebt het allemaal gezien toch op het nieuws. Nou, die komen voor ons staan en die verhinderen dat de politie ons mee kunnen nemen. Ja. Nou, wat gebeurt er dan als de politie tekortschiet? Dan wordt de politiek ingeschakeld om te bemiddelen. Dus op een goede middag komt Cor Lamers dat plein opgelopen naar ons. En die zegt, jongens, dit kan zo niet, jullie moeten weg. Kan ik jullie niet tegemoetkomen? Nou, wij een beetje met hem praten. En hij had op een gegeven moment aangeboden om 90% van onze eisen in te willigen. Het zou inkrimpen tot nog maar 10% van het huidige Winterland Schiedam. Maar wij hebben dat geweigerd. Wij zeggen, nee, er staan zoveel mensen achter ons. Daar moeten we voor op blijven komen. Wij moeten daar iets mee doen. Winterland Schiedam moet helemaal weg of niks, weet je wel. We staan hiervoor. Nou, toen werd hij gek hoor, die burgemeester. Ik bedoel, dat komt misschien op televisie over als een hele redelijke man. Maar in het echte overslaande stem schreeuwen van ja, dat was het ergste. Hij schreeuwde op een gegeven moment naar me van ja, jij luistert alleen niet naar me omdat je een antisemiet bent. Ik zeg maar, u bent toch helemaal niet Joods, meneer Lamers?
Hij zegt, nee, kun je nagaan hoe antisemitisch jij bent als jouw jodenhaat verder gaat dan het Joodse volk alleen. Hè? Helemaal gek. Nou, dat is niet het punt. Punt is, op een gegeven moment, de overheid faalt. De regering, burgemeester kan niet meer bemiddelen. En toen gebeurde het, hè. Toen zijn we op het landelijke nieuws gekomen. Het leger werd ingezet. U weet het nog, hè, mevrouw? Die tanks over de Broersvest. Ja. Dat beeld. En vooral dat ene iconische beeld, die foto van Isha die de wereldnieuws gehaald heeft. Dat Isha met zo'n wit tasje in de hand voor die tank stond. Heeft u dat nog gezien? Ja, dus heel weinig mensen hebben ons later heel weinig mensen weten dat. Veel mensen hebben het wel gevraagd waarom Isha nou exact zo'n wit tasje bij zich had. Maar dat was omdat ze die avond Chinees had gehaald. Ja, protestanten moeten ook eten. Of demonstranten. Ja, protestanten ook weer, maar meer functioneel. Dus, nou, niet het punt. Maar als wij geweten hadden, wij dachten het is helemaal hiermee de kous af. Maar als wij geweten hadden dat door deze stunt van ons Winterland Schiedam naar het Bachplein zou verhuizen, hadden we het nooit gedaan. Dus op deze plek willen Van den Burg en ik onze welgemene excuses aan u aanbieden. En om het goed te maken willen wij een primeur bij u spelen. Dat is onze nieuwe hit. Die heet ook Hitje. Daar willen wij een hele grote hit mee scoren. Dat kan vrij makkelijk. Een hitscore is niet zo moeilijk. Wat je moet doen bij een hitscore is, er moeten bepaalde clichés in zitten. Het moet over liefde gaan. Het moet een catchy refreintje hebben, wat heel makkelijk mee te zingen is. Een mierzoet melodietje, een rapper. Bij voorkeur zit er ook een rapper op. Nou, dat hadden we geschreven. En dan zou je denken, ja, als heel veel mensen dat zo makkelijk kunnen schrijven, waarom scoort dan niet iedereen de lopende band hits? Dat is een goede vraag. En daar zal ik ook antwoord op geven. Dat is, als mensen doorhebben dat je het doet om een hit te scoren, is het potsierlijk en dan mag het niet meer. Dus dat hebben wij als volgt opgelost. We hebben alle clichés waar we ons aan bezondigen ook opgeschreven in het liedje zelf. Want dan heet het cabaret en dan mag het weer wel. Nou, die hebben we natuurlijk een grote wereldhit te scoren toen naar het Engels vertaald. Daar waren we heel veel tijd aan kwijt. En omdat we hem hier speciaal vanavond voor het eerst gaan spelen voor u, hebben we hem vanuit het Engels ook weer terug vertaald naar het Nederlands. Daar waren we iets minder tijd aan kwijt en daarom hier voor jullie onze nieuwe hit, Hitje. Ik wil het dolgraag maken in de platenindustrie. Dus doe ik net als iedereen en schrijf een liefdesliedje. En zing vandaag voor iedereen hoe graag ik jou wil zien. En zet mijn woorden klacht bij met een mierzoet melodietje. Een hitje zou geen hitje zijn wanneer ik niet zou zingen over alle dingen die volslagen clichématig zijn. Een hitje over ditjes, datjes, over van die dingen. Omdat het toch alleen draait om een meezingbare refrein. Dus ik zing in het refreintje alleen, alleen van jou die ik vanaf de allereerste dag zag zitten. Deze zin kan enkel rijmen met hoeveel ik van je hou. Dat zijn de regels van je allereerste hitje. Dus ik zing in het refreintje alleen, alleen van jou die ik vanaf de allereerste dag zag zitten. Deze zin kan enkel rijmen met hoeveel ik van je hou. Dat zijn de regels van je allereerste hitje. En dan weer een coupletje, want geen sterveling mag weten dat hitjes enkel maar om catchy poprefreintjes gaan. Dus zing ik met zachte stem over, dat mag je best vergeten. Oh, wat? Bijvoorbeeld wat ik dacht toen ik jou de eerste keer zag staan. Oh. Of dat ik heel mijn leven wel met jou zou willen delen. Of nooit eerder zo graag bij een jongen wilde zijn. Maar daarna gaan we vlug, omdat het anders gaat vervelen. Oh. Wederom terug naar een meezingbare refrein. Dus ik zing in het refreintje alleen, alleen van jou die ik vanaf de allereerste dag zag zitten. Ik zie al een beetje mee, zing het mag. Deze zin kan enkel rijmen met hoeveel ik van je hou. Dat zijn de regels van je allereerste hitje. Dus ik zing in het refreintje alleen, alleen van jou die ik vanaf de allereerste dag zag zitten. Ja, dadelijk gaan jullie allemaal, dus mag oefenen. Deze zin kan enkel rijmen met hoeveel ik van je hou. Dat zijn de regels van je allereerste hitje. Ja. En dan ineens dan hoor je mij, ik zeg waarop het staat. Want een hit wordt nog veel groter met een rapper op de plaats. Zo vermengen we twee stijlen om de mainstream te bereiken. Geen fan het nog begrijp, maar wel Giel Belen het kan hypen. En doe met wat technieken, alsof het ook hip-hop je tegen kan. En zeg jij bent de vrouw waar ik zo van hou, zo snel ik mijn mond bewegen kan. Verschillende mensen die zullen vertellen dat houden van iemand begint bij jezelf. Ik help die woorden te kunnen beseffen, dus waarom bied je nog tegenstand? Gejoel van het publiek. En dan wat rappers horen, zoals Tanto Flex en Aan, want dat wil men van rappers horen. En verder moet je als een rapper al te provoceren. Maar niet zoveel dat ze jou vergoed van alles en de sferen. Dus zeg nooit kanker op, maar vraag altijd kanker op, want dat
anders kan ik erop met tussen kan en ik een appenstrof. Kanker op is kan ik erop met appenstrof. Verhaallijk in de laatste zin, voor een hitje is er wel het tof. Ja! Dus ik zing in het refreintje alleen, alleen van jou die ik vanaf de allereerste dag zag. Als jullie nou eens klappen, dat is leuk voor tv, toch? Deze zin kan enkel rijmen met hoeveel ik van je hou. Dat zijn de regels van je allereerste hitje. Nu met tekst erbij. Dus ik zing in het refreintje alleen, alleen van jou die ik vanaf de allereerste dag zag zitten. Deze zin. Deze zin kan enkel rijmen met hoeveel ik van je hou. Dat zijn de regels van je allereerste. Nou, dan met la la la, dat kan wel. La 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 la. Eén keer zonder ons nu. La 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 la. Kom op, hè. Giel Montagne, kijk mee. Ja, dat zijn de regels van je allereerste hitje. Hey.